Goedenavond, namens het cultuurplatform Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk wil ik u van harte welkom heten bij alweer de eerste culturele avond van dit jaar. En met een speciaal thema, en we zijn al een beetje erin meegenomen, Fiesta Cubana. En straks, als ik klaar ben met mijn verhaal, gaat Ritmo AI gaat hier het podium en gaat ons meenemen in de sferen van Cuba. Zoals u inmiddels ook van ons gewend bent, gaan we ook dit jaar weer diverse culturele activiteiten organiseren. Denk daarbij aan een gezinsrol kerkproject. We zijn betrokken bij het jeugdtheater In het Pand. Muziek op de Diek uiteraard. De kunstmaand en de kunstroute. En er volgen nog uiteraard een aantal andere cafés dit jaar. En daarnaast ondersteunen wij een uniek kunstproject. Kunst met ballen van Stef Vedder. Wilt u daar meer over weten, dan zou ik zeggen, let even op social media en uiteraard naar de Bunschoten, want er komt binnenkort zeker meer informatie over. En u kunt ook alvast kijken op voordekunst.nl, omdat daar een uniek crowdfunding project is gestart om dit project te financieren. Eind vorig jaar heeft Winifred aangegeven dat het tijd is om voor andere dingen. En om tijd is om haar functie als bestuursvoorzitter van het cultuurplatform neer te leggen. Winifred, voorzitter cultuurplatform. We hebben elkaar diverse keren gesproken. En het was altijd al wel fijn. Er kwam iemand binnen en die kwam dan heel bescheiden binnen. Maar uiteindelijk kreeg ze precies gedaan wat ze wilde hebben. Namens de gemeente Bunschoten hartelijk dank. We hebben er alle vertrouwen in dat het mooie werk wordt voortgezet. En we verheugen ons weer op de volgende activiteit. Ik wens u heel veel plezier met Ritmo AI. Bomberos con sus campanas, con sus sirenas. Y fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Eso es. Se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Yo quiero saber dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Hey. ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana, mitad son de la loma. Cantan en llano, ya verás cómo no. ¡Ey! Un bachata. Thank you.
has come and the land is dark. Y la luna es la luz que brilla ante mí. Miedo no, no tendré, yo no me asustaré. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. We zijn vandaag eigenlijk een beetje op een afscheidsavond voor jou. Je hebt besloten om na 4 jaar, geloof ik, hè? 3 jaar. 3 jaar het cultureel platform te verlaten. Als voorzitter. Is daar een reden voor? Ja, nou, ja, eigenlijk wel. Want het is best een intensieve taak. Ja. Je moet vooral heel goed bij de les blijven en overal toch de zaken volgen. En in de praktijk bleef er dus heel weinig tijd voor mijzelf over. Ja. En ik schilder heel graag, ik lees heel graag, ik teken heel graag, ik doe een heleboel andere dingen heel graag. Je schrijft ook onder andere heel graag. Ik schrijf ook heel graag. En op een gegeven moment dan heb je zoiets van, het is eigenlijk wel mooi geweest. Ja. En ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik met René dus een hele goede opvolgster kon aanbevelen. Ja, ja, ja. En die wilden het graag gaan doen. Die moesten wel even over nadenken, maar we hebben een prettig gesprek gehad. En dan is het gewoon leuk om het over te dragen, ook aan een jongere generatie. Want ik heb natuurlijk mijn ideeën en mijn plannen, maar zij heeft weer hele andere beelden. En ik denk ook dat zij in staat is om er misschien meer jongeren bij te betrekken. En ja, dat is wel een van de pijlers van het cultuurplatform. Ja, om zij heeft daar misschien een andere insteek in. Bijvoorbeeld de hele moderne media. Ik ben geen twitteraar, hè, om maar eens wat te noemen. Ik sta niet op Facebook, want dat is me allemaal veel te privé. Ja. En zij doet dat misschien wel, of weet daar in ieder geval goed mee om te gaan. Ja. Dus zij kan daarmee ook andere generaties beter bereiken. En ja, dat vind ik best een argument om te zeggen, het wordt tijd om dat eens over te dragen. En nieuwe bezems vegen schoon. Ik heb het schip in de vaart gebracht. Ja. Met mijn team niet te vergeten. Ja, en ja, zeker absoluut, ook met Aafje. Ja. Maar daarmee denk ik dat het leuk is om nu een andere kapitein op het schip te hebben. En je denkt dat René daar net zoveel tijd en passie in kan steken als dat jij dat hebt ik gedaan? Ik vrees dat haar voorland is, want René is net zo gemotiveerd als ik. En ze zal dus merken dat het best wel tijd kost. Ja, ja, ja. Maar ze heeft slag van. Ze is enthousiast en ze wil het graag gaan doen. Ja. En ik denk dat ze de capaciteiten heeft. Dus ja, wat kun je mooier hebben om je terug te trekken? Ja, nou ja, inderdaad. Ik denk zeker dat ze je gaan missen, gezien nu het afscheid wat je hebt gehad. Nou, ik ga hun missen, maar ik ga natuurlijk gesproken. Niet, ik ga niet het dorp uit, hè? Nee. Nee, je gaat gewoon leuk andere dingen doen. Heb je al enig idee wat je nu wil gaan doen? Ik wil proberen om inderdaad veel meer achter mijn schildersezel te zitten. Ja. Af en toe is gewoon een boek kunnen lezen is ook heel erg prettig. Ja, ja. En daarnaast zijn er, ik heb kleinkinderen, ik heb een leuk huis. Het vraagt allemaal zijn aandacht. Ja.
En ik ga niet het dorp uit, dus ik blijf ook stand-by. Ja. Ik ga bijvoorbeeld met Aafje samen nog weer de kunstroute organiseren. Oh, okay. Ik heb ook gezegd dat ik altijd beschikbaar blijf. Natuurlijk. Maar je gaat inderdaad nu weer wat meer genieten van andere dingen. Hoop ik. Hoop ik te realiseren, want het vraagt ook wel wat discipline. Ja. Ja, nou ja, absoluut. En weet je, net als met het VVV, daar heb ik ook 8 jaar tijd in gestopt. En het blijft toch je kindje. Je bent er zo bij betrokken, dat het is heel moeilijk om dat, helemaal afscheid, te laten zwemmen. Ja, ja. En ik zal me niet echt meer op de voorgrond zetten. Maar als ze iets willen vragen of nodig hebben, mogen ze je altijd dan ben ik altijd stand-by met plezier. En dat zal ook in de praktijk misschien best nog eens gebeuren. Ja. Nou, voor de rest denk ik, wensen wij je heel veel geluk en wijsheid toe in de toekomst. En we hopen in ieder geval nog snel weer iets van je te horen. Nou, dat zal vast zijn op de een of andere manier. Dat denk ik ook. Ik heb wel plannen en zo. Oh, okay. Ja. Dankjewel. Dankjewel hoor.